Ik laat een week in niks staan. Ik heb toevallig van de week Chinees eten besteld. Ja. En ik doe er 3 dagen mee. Daar kan ik ook niks aan doen. Het is voor 1 persoon. Maar het zijn van die grote bakken. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag 1 mei. Ja, ja. En het is 13:43. Ja, ik loop wat voor, dus daarom kijk ik gauw op mijn telefoon. Ja, ik ga even met meisjes uit. Vanochtend bezoek gehad, die niet op de vlog wil. Ik kwam ook niet hier uit Den Helder vandaan, maar ergens anders. En daarnet riep moeder de natuur mij. Ik moet nog weer even met de meisjes uit voordat ik naar mijn broer en mijn schoonzus ga. Ja. Dus ja, dat dus. En er wordt vandaag dus niet veel gefilmd, neem ik aan, denk ik zomaar. Ik weet het niet zeker. Ik heb het gevoel dat het ook onder mijn laars zit. Nee, toch niet. Aha, en er ligt wat op de grond. Juist, daar trapte ik op. Ja, dat kan gebeuren. Zo. Ook klaar. Maar in ieder geval, ja, ik wens jullie natuurlijk een overheerlijke dag toe, want het zonnetje schijnt. En ja, de lucht is niet echt blauw, maar ook niet grijs. Het hangt er tussenin. Het is wat skier, de lucht. Ja, zo noemen wij dat hoor. Ik weet niet hoe jullie dat noemen, maar... En het is weer een beetje scherp, ja. Maar in ieder geval, ik ga met de meisjes even lekker lopen. Ik ga de loopapp klaarzetten. En dan gaan we met de banaan. En ik zeg tot later op de dag. Ja, en geniet van alles. Doei! Ik kon het niet laten om even hierbij te filmen. Want dat is weer een knappertje. Althans, dat vind ik. Hé? Ja, knappertje ben je hier. En de meisjes zijn uiteraard bij me. En ik ben eigenlijk weer op weg naar huis. Ze hebben allebei gepoept en gedaan en ze zitten gras te eten. Ja. Ook dat. En het beestje blijft mooi zitten. Echt gaaf. Komt er nog weer een auto aan, dus we blijven ook maar even staan. Hé? Ja. Een knappertje. Is een knappertje? Ja. Is een knappertje? Ja. Je bent een knappert. Ja, ik heb het tegen jou. Ja. En nou ja, daar zijn ze ook nog druk doende. Nee, ja. En dus. Maar ja, ik ga weer richting het toehouse. Ga je vliegen? Ga je zwemmen? Wat gaan we doen? Poot omhoog. Hè, poot omhoog. Maar ik ga wel weer verder. Ik wens je een fijne dag. Ja. Geniet ervan. Ga maar lekker visje eten. Nou, lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben weer thuis al enige tijd. Maar ja, er kwam weer van alles en nog wat tussen. 6:15 geeft die aan. Ja, 1 minuut voor. Maakt niet uit. Liever 1 minuut voor dan 5 minuten achter. Het is 17:44, maar in ieder geval,
Er was gebeld op de huistelefoon. Er was gebeld op mijn mobiel. Dat waren Marcel en Danielle. Ja, ze hadden weer een hoop problemen met Danielle, haar ouders. Ze mochten eerst niet samenwonen. Wat denk ik dan? Donderend, hey, niet samenwonen. Maken ze zelf uit, daar heb jij niks meer mee te maken. Ze zijn allebei volwassen. Wel met een achterstand, maar misschien is het 3 tot 4 jaar. Dan ben je nog volwassen, ja. Dus ze weten heel zo wat ze doen. Kom op. Maar nou heeft haar zus er zich mee bemoeid. En nou mag het in ene weer wel. Nou moeten ze morgenavond, dus ze komen morgen niet hier naartoe. Hoeft ook niet. Maakt ook niet uit. Maar dan gaan ze morgenavond met haar ouders praten. En ik zei, ja, ik zie je moet hard zijn. Ik zie je vuist op tafel, niet letterlijk en figuurlijk, maar mondelijk. Blijf wel netjes, maar je mag best kwaad zijn. Ze moet zorgen dat ze de papieren krijgt en dat ze kan overhevelen naar een budgetbeheerder. Want haar moeder, die steelt ook nog eens een keer van haar. Haar vader heeft losse handjes. Ja, opstouten. Ze had al lang al aangifte kunnen doen, wegens dat haar vader haar heeft geslagen. Wel een paar jaar terug al, maar toen had ze moeten bellen. Het is nu verjaard, helaas. Maar ze had toen moeten bellen. Maar de moeder, die steelt. Nu nog. Als haar geld binnenkomt, dan heeft moederlief heeft dan weer iets nieuws gekocht voor zichzelf. Blijf af van het geld van je dochter. Je mag het misschien beheren, maar het betekent niet dat het voor jou is. Nee. Het is voor je dochter en voor niemand anders. En ik zeg, ja, overhevelen naar je dochter en ik help haar verder. Dus ja, ik weet de stappen te ondernemen. Dat weet jij nog niet eens. Je had dit nooit mogen doen, want je hebt je dochter gedwongen van een handtekening. Je gaat een kind niet dwingen. Een meisje van 18 jaar, die toen nog het verstand had van 12 misschien, hooguit 13... Dat heeft ze wel weten op te bouwen. Ze is slimmer en verstandiger dan dat jij bent. Moedertje lief, want je bent het woord moeder niet waard. En je man is het woordje vader niet waard. Nee. Maar ja, maakt niet uit. Ik help die twee hoor. Ja. Met alle liefde. Van mij krijgen ze liefde, voor jou hebben ze geen liefde gekregen. Dat weet ik allemaal al. Ja, en niet alleen al van die twee, lieve schatten, nee. Ik heb ook oren en ik heb ook navraag gedaan. Ik weet hoe jullie zijn. Ja, dat is het ergste. Maar in ieder geval, lieve vrienden, dat was tegen mensen die jullie helemaal niet kennen. Maar ik moest het wel even kwijt en ik ben nou even wat aan het sluiten. Want ik wil even er wat bij halen voor onze liefdallige Mirjam Eleveld. Maar dan moet ik het wel, of, ja, daar was het. Mirjam, Mirjam. Waarom gaat die twee keer open? Klik er 1 keer op, ja? En dan openen. Nou, dit is toch een leuke vraag? Hoe red jij je financieel nu alles zo duur is geworden? Wat laat je hiervoor staan? Ik laat een week in niks staan. Ik heb toevallig van de week Chinees eten besteld, ja. En ik doe er 3 dagen mee, kan ik ook niks aan doen. Het is voor 1 persoon, maar het zijn van die grote bakken. Ik ken er 3 dagen van eten, dus voilà, wie doet je wat? Ja, dat is gewoon lekker. Ja, echt. En je moet op de aanbiedingen afgaan. Je moet naar de goedkoopste winkel toe gaan. Niet naar een dure, zoals Albert Heijn, ik noem maar even een dwarsstraat, daar doe ik sowieso mijn boodschappen niet. Ik ga wel naar binnen om uit die gele automaat te pinnen, om geld in mijn portemonnee te krijgen. Mijn boodschappen doen? Nee, dat doe ik nooit meer. En waarom? Het is een WEF-winkel,
World Economisch Forum, waar, nou ja, je kent Rutte, ja, ik mag geen namen noemen, maar je kan hem en je kent zoveel meer. Daar is het World Economisch Forum van. Je kan WEF intypen, maar dan tussen de WE en F even een puntje en de letters met hoofdletters doen. Typ dat maar bij Google in en vraag wat houdt dat in. Nou, dan kom je het wel tegen en lees je dan maar eens in. Ja, dan breekt het zweetje misschien uit of je wordt koud. Kan ook nog. Ja, ik niet weten. Maar ja, ik hoef er eigenlijk niks voor te laten staan. Ik kan doen wat ik wil. Ik heb het goed. En, ja, ik kan sparen. Ja, ik kan op de bank sparen. En ik spaar ook in een geheim gevalletje hier thuis wat niemand weet. Dus ja, kom maar op. Je mag komen stelen, maar je vindt het toch niet. Nee. Ik heb ook 200, dus ja, die zijn waakzaam, dus ja, dat gebeurt lekker niet. En ik heb altijd mijn deurtje op slot, al ga ik naar de wc, gaat die op slot, ga ik even naar boven wat te pakken of wat te doen, gaat die op slot. En de honden gaan wel tekeer als er eentje op mijn erf komt, ja. En wat er op het erf staat, ach ja, nou dat is de moeite niet, dat mogen ze pakken hoor, als ze dat zo graag willen. Ja, kerel. Even ons kereltje binnenlaten. Ja, even ons kereltje binnenlaten. Hé, even ons kereltje binnenlaten. Ja, dag mannetje. Hi. Ja, moet je even naar buiten, kind? Ja, moet je naar buiten, kom maar. Kom dan. Waar are you? Ah, was je daar? Hé, kom maar. Kom dan. Ja. Ja. Doe maar hoor. Wil je blijven, nee, schat? Jij blijft hier. Als kat al op buiten is, blijf jij binnen. Dus we zetten de deur op deze haak. Dat moet hij wel willen, maar hij blijft hangen op mijn duim. Dat moet me niet. Zo. En ik kan wel eens achter de picknicktafel. Ja, ik weet niet hoor, nee. Ja, ik zie hem wel, maar als jullie hem zien. Nou ja. Daar. Bij wat ooit een moestuin was. Ja. En daar ligt ons Elwin. En daar is Rijka. Hé? Maar we gaan weer even verder met onze Mirjam. Ja. Dus ja, ik geniet elke dag van mijn leven. En ik laat niks staan. Nee, ik doe wat ik doe wil of doe moet of wat dan ook. Ik ben al trouwens blij en gelukkig met iets kleins. Zolang ik eten kan, drinken kan, ik haal mijn wijntje, ik haal mijn biertje. Ik kan maar kopen, enkel ik haal altijd één flesje wijn in de week. Ik sla ook trouwens wel eens, nee, één flesje wijn, één flesje bier. Maar dan moet ik wel boodschappen gaan doen. En als ik een week geen boodschappen doe, ook geen biertje. Ik koop soms 3 flessen wijn, verschillende soorten. En ja, dan hoef ik ook niet iedere week. Ja, als ik 3 flessen wijn koop in 1 week, dat gaat niet in 1 week op. Anders zijn ook dagen, heb ik helemaal geen zin in alcohol, geen zin in wijn en dan is het een watertje. Ik heb vanmiddag bij mijn broer en mijn schoonzus gezeten. Nou, eerst 2 bakken koffie en daarna een watertje. Nou, lekker. Ja. Dus helemaal geen problemen. Ik snap de anderen niet hoor, dat ze het zo zwaar hebben. Ook al enige zin. Dat ik mijn mannetje leerde kennen. Ga ik daar even naartoe terug. Toen hadden we 3 katten.
Die katten lusten ook eten en drinken. Nou, drinken is makkelijk, dat is water. Maar ze moeten wel eten hebben. Zowel brokken, zowel natvoer. Dat is vlees, hè. Maar we hadden toen ook een hond. Want mijn mannetje, Jack, die nam een hond mee. Scruffy genaamd. Het beestje heeft niet meer lang geleefd, maar we hadden hem eerst nog wel. Die at ook best. Ook brokken en ook natvoer. Moet je ook kopen. Maar omdat we samen gingen wonen, toen werd mijn uitkering bevroren, want ze moesten eerst alles nagaan, bla bla bla. En ik zat bij de verkeerde instantie qua uitkering. Ik was afgekeurd, maar ik zat daarom, omdat ik afgekeurd was, zat ik bij de verkeerde instantie. Later is dat wel goed gekomen. Maar in ieder geval, we hebben toen geleefd van het loon van mijn mannetje. Het was 50 euro per week. En dan moet je dan ook alles van doen. En de rest, huur, bla bla bla, dat moest ook van zijn loon gedaan worden. Totdat mijn uitkering eindelijk weer correct was en dat ik over kon stappen naar de goede uitkeringinstantie. Dus ja, heel bizar allemaal. Maar we hebben dat toen ook gered. Nou, en of je nou dieren moet voeden of kinderen. Oké, kinderen willen een beker melk en die willen oranje. Maar je kan ook naar de goedkope producten kijken. Moet je speciaal merkproducten? Nee, vind ik van niet. Want merkproducten, je moet de naam betalen. Dus voor de rest, de inhoud is hetzelfde hoor. Ik weet niet, cola, neem je cola. Er zit zoveel troep in en zoveel suiker in. Neem je de cola zero, daar zit nog meer troep in om het zero te maken. Ik moet die troep al niet eens. Ik vind het, en dan die koolzuur, daar krijg je wat voor je maag van. Ik moet die troep niet eens. Eigenlijk zit overal troep in. Nou, dan kan je beter niet leven. Maar ja, in ieder geval, ik hoef geen merkartikelen. Ik heb nou voor de koffie wel merk. Ik let ook op vanwege die stickertjes en embleempjes zoals dat kikkertje. Dat moet je niet willen kopen, want daar zit juist troep in. Ja. Ik pak hem, ik ga hem even zoeken. En dat is speciaal dan voor onze Mirjam. Ga ik hem even zoeken. Maar dat duurt even dat ik hem heb. Ja. En mijn bril die zak van mijn neus. Ik moet even een speciale foto hebben. En die zit ergens, denk ik, ergens onderin, onderaan, onderop. Weet ik veel waar. Hé, hey, schat. Dat was mijn mannetje die voorbij kwam. Ja, ik heb hem al. Kom op, hier komen. Hier komen. Kijk, er staat daar een kikkertje. Die vind je op een heleboel producten, ook op chocoladehagelslag. Laat de hagelslag maar lekker leggen voor degene die dood willen. Nou, zo zie je meerdere stickertjes. Maak er een foto van. Zet de computer, zet je film stil en maak er een foto van. Of sla het gedeelte op, of weet ik voor wat, hoe je dat doet. Maar met die stickers erop, laat die producten allemaal maar mooi in de winkel. Ja, hoef jij niet te hebben. Dus dan weet je dat ook even. Ja, huppata, huppata. Dus dan komt het allemaal wel goed, lieverds. Ja. Over mijn financiële toestanden hoef je niet over in te zitten. Nee, dat gaat helemaal perfect. Je weet, ik zit ook met een aparte vloer. Maar ook dat komt goed. Dat komt helemaal top. Dus ja, enkel, het heeft eventjes, heel eventjes nog tijd nodig. Ja, maar goed komen doet het. Ik hoor een mooi motorgeluidje. En Harley Davidson, ja, ben ik gek op. Maar in ieder geval, lieve, lieve Mirjam, mijn lieve zusje. Ik hoop dat deze vraag je hiermee beantwoord hebt. En dat je gerustgesteld bent. Dus kan ik deze vraag weghalen. Deleten.
En die andere vraag, nou hoor, dat is een moeilijke, erge vraag. Maar die komt nog wel. Ja, dan moet ik mij eventjes de helemaal omschakelen naar de andere kant toe. Ja, dus daar moet je maar even weer geduld op hebben. Oké, lieve schat. Ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Ik weet niet eens hoe laat het er bij jou is, daar in Tunesië. En wanneer je naar Nederland toe komt, dat weet ik ook niet. Nou, ik hoop dat ik dat allemaal krijg te horen van je. Dus het komt allemaal hopelijk goed, schat. Ja. Maar oké, lieve vrienden, dit was speciaal voor mijn lieftallige Facebook-zusje. Mirjam Eleveld genaamd. En ja, ik hou van haar. Ja, dat moet gezegd worden, mag gezegd worden. Ik hou heel veel van haar en zij houdt van mij. En ja, het komt goed. Ook met je gezondheid. En dat heeft ook een tijd nodig. Tenminste, je zal het blijven houden. Maar als je dicht bij de zee woont, moet het iets minder gaan worden. En beterder gaan worden. En ja, ik ken meerdere mensen die hetzelfde hebben dan wat jij hebt. En die zijn blij dat ze weer terug zijn gekomen van waar ze eerst woonden. Zo was er ook eentje. Ja, ze is nou wel helaas overleden. Ouderdom. Kan gebeuren. Maar die had dat ook wat jij hebt. Die woonde ergens in het zuiden des land. Bij Limburg, die kant op, nog veel verder. Maar, zij kreeg te horen, mevrouw, u moet terug naar de zee. Want ze had bij de zee gewoond. Enkel niet hier in Den Helder, maar ergens anders bij de zee. U moet terug naar de zee. Dat u bij de zee kan komen. En dan 1 keer, 2 keer per dag het liefst bij de zee kan komen. En uw gezicht lekker even met zee in. Met zeewater, even met de handjes zo. Dat heeft ze gedaan. En daar is ze meer dan 50% van opgeknapt. Dan dat ze daar had blijven wonen. Dus dat is toch heel wat. En dat, ja, door ouderdom is ze op een gegeven moment overleden. Nou ja, dat hebben we allemaal. Dat gaan we allemaal krijgen. Maar ik hoop dat jij je laatste paar jaren, dat jij nog mag leven. En ik nog mag leven. Dat we elkaar mogen zien en omarmen enzovoort. Ja, dat wil ik je toch wel even nog verteld hebben. Voordat ik nou ga afsluiten. Want ik moet zelf naar een klein kamertje doen. Dus ik zou zeggen, lieve schat en lieve vrienden, tot laters op deze dag. En geniet nog van het prachtige mooie weer. Doei doei. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer bij elkaar om van elkaar met deze dag afscheid te gaan nemen. Deze dag, woensdag, is weer voorbij. De donderdag is weer aangebroken. Maar we gaan wel eerst naar boven toe lopen. Ja, we gaan eerst lekker slapen. Dus ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!